Ja, stiekem vind ik die processierups wel echt een gekke beest. Het is prachtig om te zien hoe ze in processie door die boom heen lopen, naar die bladeren toe, als ze die bladeren gaan vreten. Ja, ze zijn weer volop in het nieuws. Insecten die onze buurten terroriseren, de eikenprocessierups. Ze zitten echt overal en na mijn vraag aan jullie ook waar ze zitten, kreeg ik ontzettend veel antwoorden op schoolpleinen, parkeerplaatsen, langs fietspaden. En zo ook hier op de hockeyclub in Nuenen, waar ze al diverse velden hebben moeten sluiten vanwege die beesten. Nou, even zoeken waar ze zitten. Nou, een hele moeilijke zoektocht is het niet, want hier naast het hockeyveld vind ik hier in de eiken al 5-6 nesten. Het zit hier helemaal vol mee. Ik snap wel dat ze deze hier willen bestrijden. Als natuurman zie ik daar alleen ook een gevaar in. Want een veelgebruikte techniek is om een bacterie in de boom te spuiten, wat die processierupsen kilt, maar ook heel veel leven en insecten eromheen en indirect ook vogeltjes en alles. Dus ja, wat moeten we daar nou mee doen? En daarnaast ja, vind ik het stiekem ook hartstikke leuke, coole beesten. Ik ben ook tegen de Polonaise, maar pro-sessie. Wat ik het mooie vind aan die beesten is dat ze verschillende technieken hebben ontwikkeld om zichzelf als groep veilig te houden. Als eerste hebben ze natuurlijk heel het nest hier, wat omgeven is door een heel spinsel. Om zichzelf natuurlijk veilig te houden tegenover roofdieren zoals vogels en alles. Daarnaast lopen ze in de veiligheid van de groep helemaal omhoog die stam op en dan eten ze van die bladeren hier daar boven in die kruin. En als laatste hebben ze natuurlijk die brandharen. Maar vergis je niet, die brandharen zijn niet die grote witte lange haren die je hier ziet. De echte brandharen zijn namelijk zo minuscuul klein dat je ze eigenlijk zo goed als niet kan zien met het blote oog. En die brandharen schieten ze af als ze zich bedreigd voelen of worden meegenomen door de wind. Die brandharen hebben ze alleen niet direct als ze geboren worden. Processierupsen die vervellen een aantal keren in hun leven en pas na de derde vervelling dan krijgen ze die brandharen. Ze zitten nu in stadia 4 of 5. Dus ik zit hier met gevaar voor eigen leven, speciaal voor jullie. Maar ja, naast dat ik het zo fascinerende beesten vind, geven ze natuurlijk ook heel veel overlast. En ja, wat moet je nou doen als een processierups bij jou in de buurt zit? Daarover ga ik praten met iemand, een expert, een onderzoeker die er alles van af weet. Op dit moment is het beste advies om zoveel mogelijk contact te vermijden. Zelf bestrijden is niet echt te adviseren, omdat je gewoon daar de uitrusting niet voor hebt, meestal gewoon niet de geschikte middelen voor hebt. Dus dat is eigenlijk contact vermijden en als het dusdanig is dat je vindt dat het opgeruimd moet worden, ja, dan zou je er een professioneel bedrijf bij moeten halen. Wat je eigenlijk zegt is dat het opruimen, het bestrijden echt alleen in een soort tussen haakjes noodsituatie is. Dat is niet altijd nodig. Nee, het is niet altijd nodig. Als er geen overlast is te verwachten voor jou of voor je omgeving, ja, dan is er ook geen noodzaak om dit te bestrijden. We streven ook enorm naar geïntegreerde aanpak. Dus streepjes trekken met het spuiten, misschien hier zuigen en op sommige plekken zeggen, informeer de mensen maar en misschien zelfs wel accepteren. Ja, precies. Maar nooit één gebied, alle eiken spuit ze maar plat. Dat is het slechtste advies wat je kunt geven. Ja, want het heeft invloed niet alleen op die rupsen, maar ook op andere vlinders, insecten, vogeltjes. Absoluut. Uiteindelijk. Ja, ja zeker. Ja. Je grijpt in een keten in en het heeft altijd meer of mindere effecten, alles wat je doet. Ja, samengevat, het zijn stiekem best wel toffe beesten, tenminste dat vind ik. Alleen, ja, snap ook wel als ze in publieke ruimte bestreden moeten worden. Moeten wel terughoudend ook in zijn natuurlijk, omdat bepaalde bestrijdingsmiddelen ook wel echt nadelige effecten kunnen hebben voor de natuur. En dat moeten we niet willen. Een andere methode trouwens nog eens om te bestrijden, is een andere manier, is om te zorgen dat er om de eiken heen nog heel veel andere planten zitten, waardoor er een hele hoge biodiversiteit is, waardoor er veel vogels op afkomen die dan ook weer die processierupsen eten. Met name dus als ze jong zijn in de eerste drie stadia. Dus hang veel vogelkastjes op, zorg dat er veel planten zijn. Dan kan je in de buurt nog veel meer genieten van de natuur die er is. Plus je bestrijdt nog die vervelende processierups.